Lieve Meike, beste allen, veel collega's. Toen ik uitgenodigd werd om hier een verhaal te mogen houden over het onderwerp hospicezorg en technologie, toen dacht ik, wow, dat is leuk. Dat is een onderwerp waar ik eigenlijk heel weinig van weet, waar ik me echt in moet gaan verdiepen en wat daarmee een grote uitdaging voor me is. Dus ik ga het doen. Heel kort daarna kreeg ik de opdracht om een stukje te schrijven over wat ik dan zou gaan vertellen en om basisliteratuur aan te leveren vanwege de accreditatie. En toen dacht ik, tja, ik was aanvankelijk zo blij, maar waar moet ik nu eigenlijk zoeken en hoe ga ik dat nu doen? En toen ging ik weer terug naar de eerste gedachte die ik had toen ik Meike zag. Een poos geleden, toen Meike directeur werd van Kajan en lid werd van de associatie Hospicezorg. En die gedachte die had ik ook bij de eerste uitnodiging. En die gedachte zit in dit boek. En ik had gedacht, over gedachten gesproken, om aan de hand van het thema van dit boek en de kleur en de geur van dit boek mijn verhaal op te gaan bouwen. Maar ik heb het volledig losgelaten. Dus ik leg het boek nu even hier neer en ik ga dat aan het einde weer pakken. Maar de reden waarom ik het volledig heb losgelaten is omdat ik de confrontatie had van het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van domotica. Op het gebied van gebruik van personal devices in de palliatieve zorg en in de hospicezorg. En ik heb best wat ervaring met het maken, het bouwen van zogenaamde zoekstrategieën in de literatuur. En ik begon aan mezelf te twijfelen. Ik ben zelfs naar 2 bibliothecarissen gegaan om te zeggen, jongens, wat doe ik verkeerd? Waarom vind ik zo weinig? En de conclusie was, nee, je doet niks verkeerd. Er is zo weinig. Vervolgens heb ik een aantal internationale contacten opgezocht. Mensen van het Cicely Saunders Instituut in Londen. En mensen uit de groep van Eduardo Bruera in Canada. En hun gevraagd, doen jullie eigenlijk iets met domotica, persoonlijke technologie? En het antwoord was eigenlijk hetzelfde antwoord als wat ik ook had. Ja, er gebeurt wel van alles. Maar we doen er niets mee op het gebied van onderzoek. En we doen er ook niets mee ten aanzien van echt innovatieve ontwikkeltrajecten. En toen kreeg ik het een beetje benauwd. Want ik had gedacht, ik ga een mooi verhaal vertellen aan de hand van de literatuur. En vervolgens zeggen hoe Nederland zich daartoe verhoudt. Maar dat kon dus niet meer. Toen heb ik verschillende andere concepten de revue laten passeren om dan toch iets interessants te vertellen. En ik zal u eerlijk zeggen, ik weet het gewoon niet zo goed. En daarom ligt die roze olifant hier. Want ik denk dat technologie voor de hospicezorg een roze olifant is. Als we teruggaan naar de periode waarin de eerste hospices werden opgericht, en Paul heeft dat zojuist al aangegeven, dan was de hospicezorg op een bepaalde manier een tegenbeweging van de paternalistische zorg in allerlei grote zorginstellingen en vooral de ziekenhuizen. En technologie werd min of meer terzijde geschoven als niet meer relevant en niet meer nodig in de laatste periode van het leven. Zonder dat overigens die laatste periode dan heel duidelijk werd gedefinieerd. En terugkijkend naar die periode van eind jaren 80, jaren 90, het hier en nu, en vooruit proberen te denken naar de toekomst, is het denk ik zo dat voor het allergrootste deel die roze olifant nog steeds zo'n ding is die we niet willen zien, maar waarvan we wel weten dat die daar ergens in een hoekje ligt. En waarom? Omdat het bij herhaling voorkomt dat mensen die veel eerder ontslagen worden uit ziekenhuizen dan voorheen, of veel langer thuis blijven dan voorheen met allerlei, oneerbiedig gezegd, kunst- en hulpmiddelen, uiteindelijk toch een hospice inkomen met een deel techniek. En daar moeten we wat mee. En die techniek is een heel andere techniek dan de tech
die het thema is van dit symposium. Dat is techniek die eigenlijk valt onder medische en verpleegtechnische instrumenten en handelingen. En het wonderlijke is dat in die periode de hospicezorg zich verder ontwikkelde en er van tijd tot tijd toch mensen met een infuus of met zuurstof of met ingewikkelde voedingszondes het hospice inkwamen. Er besloten werd door de hospicewereld om voor het grootste deel die technologische zorg niet als hospiceteam voor een rekening te nemen. Niet de verantwoordelijkheid te willen nemen voor die medische en verpleegtechnische vaardigheden. Die werden uitbesteed. En ik weet niet hoe het nu is. Wie van u werkt nu in een hospice setting waar de technologische zorg wordt uitbesteed aan een technisch team? Niemand. Dat is geweldig. En waarom ik dat geweldig vind, is omdat in de jaren 90 een heel groot deel van de thuiszorgorganisaties haar productie behaalde door het verzorgen van medische en verpleegtechnische handelingen in de hospice settings. En daardoor er een vreemdsoortige tegenstelling ontstond tussen dat wat eigenlijk de missie en de visie is van de hospicezorg in een zo kleinschalig mogelijke omgeving, in een sfeer van huiselijkheid, passende bij de individuele mens passende zorg verlenen. En dan haalden we een speciaal technisch team binnen die daar als redders en als de belangrijkste broeders en zusters eigenlijk binnenkwamen om te helpen met die techniek. En het wonderlijke is dat die zelfreflectie van de tegenstrijdigheid van die boodschap eigenlijk ook zelden tot nooit onderwerp van gesprek was. En zelden tot nooit heeft geleid tot aandachtsgebieden in onderwijs. Maar toch is er gaandeweg iets gebeurd waardoor er nu niemand in deze zaal is die de technologische ondersteuning nog uitbesteedt. En misschien is dat wel de grootste motivatie om ook anders na te gaan denken over de tech die vandaag het thema van discussie is. Dus hospicezorg toen en nu heeft in ieder geval als kenmerk dat er anders gekeken wordt naar noodzakelijke medische en verpleegtechnische handelingen. Kijkend naar zo'n vraag van moeten wij wat met domotica, moeten wij wat met een ander type ondersteuning, roept bij mij als onderzoeker de vraag op, is dat nou een vraag die out of the blue komt of is er een probleem dat we moeten oplossen? Ja, als onderzoeker wil je graag een probleem en dat probleem heel helder hebben en vervolgens gericht gaan werken aan de oplossing van het probleem. Als ik mijn onderzoekerspet afzet en ik zet mijn pet op als veranderaar of als betrokken hospicezorgverlener met een wens om de zorg nog beter en nog persoonlijker en nog gerichter aan te bieden, dan heb ik het over innovatie. En ook voor innovatie is het belangrijk om een nadrukkelijk gezamenlijk ervaren probleem te hebben. En ik vraag me af, hebben wij nu wel een probleem? Of anders gezegd, wat is nou eigenlijk de aanleiding om hierover te praten? Het feit dat in de commerciële markt er heel veel wordt aangeboden? Of het feit dat we iets missen? Of zit het nog anders in elkaar? Komt het steeds meer bij ons binnen? Net zoals dat we langzamerhand die medische en verpleegtechnische zorg steeds meer zelf zijn gaan doen. Misschien komt er ook steeds meer binnen en hebben we daarmee die olifant aan het lopen gekregen. En het is dan goed om even te kijken wat mij betreft naar de mensen die zorg vragen, die zorg nodig hebben. De maatschappij die iets vindt van hospicezorg en zorgverleners, vrijwilligers. Beroepskrachten die iets vinden van die hele andere benadering.
En dan begin ik toch iedere keer bij alle drie de groepen met de vraag te stellen: wat is nu het probleem? Of eigenlijk nog iets opener: is er een probleem bij zorgvragers? De literatuur helpt ons dus niet. Als we kijken naar verschillende groepen mensen in de samenleving, dan zijn er al ontzettend veel groepen mensen die ondersteund worden door middel van domotica. En zit dat voor een deel gekoppeld aan leeftijdsgroepen? Is dat voor een deel gekoppeld aan mensen met een bepaald type diagnoses? Denk aan mensen met ALS. Zelfs in de jaren 80 waren er al ondersteunende technologische mogelijkheden voor mensen om hun onvermogen om zich nog met spraak te uiten, om dat op een andere manier vorm te geven. En voor bijvoorbeeld die patiëntengroep vinden we het allemaal heel gewoon en heel vanzelfsprekend dat zij met allerlei devices ondersteund worden. En lijkt het bijna geen vraag te zijn. Gisteravond sprak ik met een van de mensen in Hospice Demeter. Hij is 54 jaar en een man die ontzettend veel gebruik maakt van social media. Heel erg in de actualiteit zoekt naar mogelijkheden om zijn eigen zorgsituatie en de zorg voor de mensen om hem heen te verbeteren. En ik sprak hem nadat ik in het weekend aan hem had verteld dat dit symposium er was. En toen was hij heel enthousiast en zat hij vol van ideeën. En ik vroeg hem gisteravond, mag ik een paar dingen die wij besproken hebben in het weekend gebruiken? Toen zei hij gisteravond, ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik voel me zo ongelooflijk beroerd. En ik heb het helemaal niet nodig dat er nagedacht wordt over wat ik nodig zou hebben als deel van een grote groep. Als deel van mensen die in de hospices liggen. Wat heb ik daar nu aan? En door die reflectie te geven, door hardop te vragen van wat heb ik daar nu aan, dacht ik, ja, je hebt helemaal gelijk. Wat heb jij er nu aan dat wij met z'n allen nadenken over de toepassing van zachte technologie in de hospicezorg in algemene zin? Gaat het niet veel meer om het nadenken over technologie, technische ondersteuning, slimme technische mogelijkheden in de ondersteuning van de individuele mens? Misschien, Maaike, heb je wel helemaal de verkeerde vraag gesteld. Misschien gaat het niet over die hospicezorg, maar gaat het over wat is de betekenis voor de individuele mens? Als we kijken naar wat er dan bekend is aan problemen die door patiënten worden, door zorgvragers in de hospices worden uitgesproken. Dit zijn uitkomsten die komen uit een onderzoek onder 32 hospices, waarin gekeken is, uitgaand van de lichamelijke, de psychische, de sociale en de spirituele dimensie, wat zijn nou de ingangsvragen, de zorgvragen die leidend zijn voor het schrijven, voor het maken van het zorgplan van die individuele mens. En dan zien we hier een enorme lijst van heel veel elementen die sturend zijn voor het inrichten van dat zorgplan. En bijna alle grote balken die hebben te maken met lichamelijke en met psychische vraagstukken. Deze balk heeft te maken met inrichting van de zorg zoals die door de verwijzer is aangegeven. En deze balk heeft te maken met inrichting van de zorg aan de hand van het opleidingsniveau van mensen. En als je vervolgens kijkt wat hier dan achter zit, dan of wat er gebeurt met de inrichting van een zorgplan, de inrichting van de vragen die prioriteit gaan krijgen, dan komen die over het algemeen in iedere hospice setting regelmatig naar voren in een multidisciplinair overleg. En dan hebben we een enorme diversiteit gezien aan onderwerpen, aan sturende factoren voor de inrichting van die zorg. En dan zien we samenvattend dat het allergrootste deel van dat
interdisciplinair overleg zich richt op het grote groene vak, de lichamelijke vragen. Deze zijn de psychische, de sociale en de spirituele vragen. En vervolgens kijkend naar, is er nu een probleem wat opgelost zou kunnen worden? Is er een probleem waar verder over nagedacht moet worden? Specifiek met nieuwe technologische ondersteuning, dan is dat op geen enkele manier hieruit naar voren te halen. Logisch moet u zeggen, want daar heb je ook niet naar gevraagd. Wat opvallend is, is dat al die disciplines bij elkaar, die blijven voor een deel in dezelfde cirkel rondgaan zonder nieuwe of andere vragen te stellen. Want dat is wel naar voren gekomen uit deze eerste ondervraging. En ik kom er zo meteen nog wat verder op terug. Zorgvragers hebben nooit heel specifiek vragen gesteld over een ander type ondersteuning. Maar mensen die binnenkomen in een hospice vanuit een al bestaande zorgsituatie, vanuit een technologische ondersteuning die eerder is ingezet, die komen daar als vanzelfsprekend mee binnen, net als met iedere andere interventie. En daarmee is er zoveel diversiteit aan de mogelijke inzet als er diversiteit aan houding van slapen of van sterven is, bijvoorbeeld. Dan is de vraag, is er dan een probleem in de maatschappij dat moet worden opgelost? Is het helder wat die maatschappij wil met domotica? En dan denk ik dat het zo is dat het grootste deel van onze hospices tot stand gekomen zijn vanuit burgerinitiatieven. En die burgerinitiatieven die hebben vaak dat warme hart voor het inrichten van een mooi hospice met zoveel mogelijk faciliteiten. En veel van die mooie hospices hebben langzamerhand al steeds meer handigheidjes, al steeds meer nieuwsoortige ondersteuning. En voor mij is een belangrijke vraag, is die toepassing van domotica nu iets wat ook gestuurd wordt door die maatschappij, door de burgerinitiatieven die het mooiste hospice met de grootste kamers, met de meeste faciliteiten, met de beste ondersteuning wil bieden? Of is het gewoon een trend die los van zorgvragen, los van maatschappij, los van zorgverlener zijn vorm krijgt? En daarmee het dus wel de goede vraag is die Meike heeft gesteld. Is er een probleem bij zorgverleners dat opgelost zou kunnen worden door toepassing van domotica? Ook die vraag is nooit expliciet gesteld. Wanneer je erover praat met zorgverleners, en dat hebben jullie gedaan uitgebreid, dat heb ik wat minder uitgebreid gedaan. Maar dan valt op dat heel snel er teruggepakt wordt naar die medisch-verpleegtechnische handelingen. Er vooral uitgesproken wordt, was er maar eens een oplossing voor die lawaaimakende zuurstofapparaten die in de meeste hospicekamers staan, want bijna geen enkel hospice heeft zuurstof uit de muur. Als daar nou eens een oplossing voor zou komen, dan zou dat werkelijk iets toevoegen aan de kwaliteit van zorg die wij bieden. Maar vooral aan de kwaliteit van leven en voor het vermogen om rust te creëren. En met name de bril, ik weet eigenlijk niet hoe die heet, maar die werd ook geassocieerd met het lawaai van de zuurstofapparatuur. Iets opgedrongen krijgen zonder zeker te weten dat daardoor de situatie zal veranderen. Dus een probleem bij zorgverleners, ook niet helder. Kijken we naar een voorbeeld van toepassing van domotica dat door zorgverleners als vanzelfsprekend al jarenlang vorm krijgt, Meike noemde het al, dan is dat eigenlijk de complementaire zorg. Ik denk dat in ieder hospice meerdere apparaatjes staan om aroma's te vernevelen.
En het wonderlijke is dat daar waar we uitermate kritisch zijn naar het voortzetten van medische en verpleegkundige technologie, we schijnbaar helemaal niet kritisch zijn in het toepassen van die aromatherapie. We gaan zelfs zover dat we een soort van stervensmengsel, en excuses voor degenen die het gebruiken, maar we dat heel breed toepassen. Er is iemand die bedacht heeft, er is een speciaal aroma dat heel veel rust brengt bij mensen rondom de laatste dagen van het sterven. En dat kan je toepassen met apparaatje A, B, C of D. En doe dat nou maar, want dat is goede toegepaste zorg. En daarvan denk ik, we gaan dus iets wat heel individualistisch is, wat heel persoonlijk bepaald is, geur. Aan geur ontlenen mensen vaak de grootste diversiteit van herinneringen, de grootste diversiteit en de grootste specificiteit. Gaan we op de een of andere manier in een handig en een mooi apparaatje, wat iets lekkers vergeurt, gaan we gewoon met z'n allen toepassen. En ik vraag me af of we daar nu altijd zo kritisch over nadenken, op een manier waarop we daar vandaag toe uitgenodigd worden. Die aromazorg die zou veel meer gebaat zijn bij het maken van een analyse rondom de gedachte, bieden we het aan als wenszorg? Bieden we het aan vanuit een expertise omdat een bepaalde geur werkelijk als interventie kan worden ingezet? Of bieden we het aan als een louter individueel gerichte interventie? En dus weer de vraag, is er een probleem bij zorgverleners wanneer het gaat over de vraag, is er ruimte voor het toepassen van domotica? Dan denk ik dat zorgverleners, dat wij met z'n allen nog eens goed moeten nadenken over al die dingen die al een soort van in de slipstream zitten van de vraag waar we ons nu over buigen. En dan is een groot issue, wie gaat nou die domotica toepassing bespreekbaar maken? En wanneer we kijken naar de enorme hoeveelheid zorgverleners die in het gemiddelde hospice bij het inrichten van de zorg betrokken zijn, dan kan dat ook best nog een ingewikkeld vraagstuk worden. En dus, tot besluit, zou mijn voorstel zijn om domotica, om die nieuwe zachte en slimme technologie, om 3 redenen te gebruiken. Als eerste zou het de mogelijkheid zijn om het in te zetten als doelgroepbepaler. De detectie, de veiligheidsdetectie-instrumenten, die zouden juist in een specifiek hospice een aantrekkingskracht kunnen hebben voor het opnemen van mensen met dementie bijvoorbeeld. Die zouden juist mensen met, noem maar even wat, detentie, verslavingsverleden, die soms moeite hebben met het zich in huis blijven geven, daar ook een betekenis in kunnen hebben. Maar daarnaast is het vooral, denk ik, een zaak van individuele interventies, zonder dat er een dogmatische benadering komt. En excuus voor dat scherpe woord, een dogmatische benadering van de inzet van domotica, omdat dat de hospicezorg zou verrijken. Ik zou zeggen, schoenmaker, laten we bij ons lees blijven. Laten we heel goed zijn in individuele zorg op maat voor iedere mens opnieuw. En dat kan met of dat kan zonder domotica zijn, net zoals dat geldt voor alle andere interventies. Dank u wel. Het is natuurlijk ook de taak van een onderzoeker om een schijnbaar eenvoudige vraag, wat doen we met technologie in de hospices, om te laten zien hoe genuanceerd en gedifferentieerd die is. En voor eerst wordt het probleem dan ingewikkelder. Wie wil het nou? En wie heeft er een probleem? En dat is een heel genuanceerde vraag. Dus dat vond ik heel mooi hoe je dat deed. En het zet ook wel erg aan het nadenken dat ik denk dat ieder van ons heeft dat. Tegenover het ene zijn we veel kritischer dan tegenover het andere. Dus dat voorbeeld van het stervensmengsel waar als je affiniteit hebt met aromatherapie, je denkt, ja natuurlijk, dat doen we. En als je in je ziel geen affiniteit hebt met technologie, dan roept het allemaal vragen op. Dus het appel om deze onderzoeksvraag de komende jaren mee te nemen in een zorg op maatvraag, dat is denk ik een hele mooie voor de hospicebeweging. Dus die nemen we mee.